Er wordt gezegd dat je van een goed ontbijt ijzersterk wordt. Ja, want in uw ontbijt zou er zelfs ijzer zitten. In cornflakes bijvoorbeeld zou er ijzer zitten. Maar als dat daarin zit, moet je dat dus ook uitkrijgen. En dat gaan we nu proberen. Ja, we gaan dat vermalen tot echt pulp bijna en dan gewoon een magneet tegenhouden om te kijken, komt daar nu effectief ijzer naartoe? Als daar ijzer in zou zitten, zoals ze zeggen. Dan moeten ze dat zien. De grote firma's die soms ook gewoon. Ze zeggen ze zijn van alles, hè, maar dat wil niet zeggen dat dat ook zo is. Hè. Nee, blaasjes maken ze misschien wel wijs. Ah, ja. Zit er ijzer in ons ontbijt? We gaan het nu testen. Belangrijk om te weten is dat het vervallen ontbijtgranen zijn. Dat is perfect, kijk goed. 3, 2, 1, start de motoren. Goed. Wacht, ik zou daar nu water bij doen en daar dat water al in blenden. Nee? Ja. Zodat dat een papje wordt. Zodanig dat in dat water die partikeltjes zich vrij kunnen bewegen. Als de magneet straks komt, dat die kunnen zwemmen naar de magneet. Oh my god, wat is degoutant zijn wij hier aan het brouwen eigenlijk, echt waar. En als daar nu metaal in zou zitten, of ijzer, ja, dan zouden we dat moeten zien als we daar een hele grote magneet tegenhouden. Of ja, gewoon een magneet, een boordmagneet, hè, dat trekt dus ijzer aan. Hè. We houden dus de magneet gewoon tegen de cornflakes en gaan eens kijken of er spontaan zich al metaal aandient. Zijn jij met de afstotende kant misschien bezig van die magneet? Nee, dat is een aantrekkelijke kant. Is dit? Echt... Ja? Heb ik gezien? Ja. Allee, man. Ja, jong. Dat is ongelooflijk. Kijk. Maar allee, jong. Zie je dat? Zie je dat zwart puntje? Zie je dat zwart puntje thuis daar? Huppla. Zie je, dat is allemaal ijzer. Dat voelt... Oh, zie. Allee, jong. Maar zie. Ik ga ze even terug verzamelen, dat ze in de klas blijven. Hè? Allee, manneke. Maar zoveel ijzer daarin. Wat draaien ze allemaal in ons eten? Hè? Echt, maar dat vind ik ook wel straf, dat er zoveel in zit. Weet je wat ik wel soms heb? Als je zo cornflakes eet, dat je daarna zo moe kunt worden. Hè? Maar nu weet je wat dat is. Het is metaalmoeheid. Denk je dat niet? Echt waar. Zie. En ik moet er blijven mee lachen om de stap. Straf, hè. Dat is bijna 40 jaar en ik moet er blijven mee lachen. Zullen we nu de rest doen? Ja. Oké, we hebben onze cornflakes meel bij water gedaan. En nu gaan we onze hand in een plastic zakje steken. Daar een megamagneet, een keisterke magneet bij houden. Zo bewegen, roeren. En als je er dan uithoudt, dan heb je ijzer. Keigoed idee. Oké, de magneet is hier. Ik heb ze. Ga jij ze vasthouden? Ja, dat is toch. Uw ring. Dat is geen magneet. Dat zou zilver moeten zijn. Nu ga ik weten. Zilver? En een zilveren ring? Ja. Een zilveren ring? Of goud misschien. Goud waarschijnlijk. Niet goud waarschijnlijk. Doe uw hand erin, zo. Goed, en nu gaat het met uw arm zo, daar diep in. Ja? En dat ijzer hier? Ja, je moet er altijd voorbij gaan. En roeren, Matthias, kom aan. Roeren. We gaan vissen naar ijzer, hè? Dit is het. Dit is het. Is het een leuke bezigheid? Is het een hobby? Het voelt warm aan. Ga eens kijken wat op de vangst is. Aan een keer omhoog. In. Ja, ik heb vangst, zeker. Zie je dat? Hier, jongen, maar kijk. Amai, man. Oh, zie een keer hoeveel al. Zie die hier. Kijk eens, onze vangst. Zie je dat? Dat is maar van één keer te doen. We gaan nog doen. Zie je, jongen. Doe het in het potteken. We gaan nog doen. En? Weer een streepje. Ja. Zie je? Maar kijk eens hier. Maar allee, zie hoeveel we daaruit halen. Dat is toch waanzin. Zak je naar beneden? Ja, oh, zuiver. Zuiver op de graad. Zuiver, absoluut. Misschien een keer, maar dat is echt ijzererts. Kijk, dit hebben we verzameld uit onze zakken cornflakes. Uit 10 zakken cornflakes hebben we bijna een hele schroef uitgehaald. Hè? Ja. Je zou eigenlijk een tetanusspuit moeten krijgen vooraleer dat jij ontbijt. Voor het zekerste. Nu gaan we eens tonen hoeveel energie dat er eigenlijk in dat ijzer zit. Oké. Oh. Ja. En nu pakken we gewoon een beetje van dat ijzervijzel en laten we dat heel zachtjes in die vlam vallen. Ah. Kijk, maar heel zachtjes, niet te veel. Hè. Zo, ja. Zie je dat? Oh, zie je. Voilà. Dan noemen ze nu calorieën verbranden. Zalig, hè? Daar zijn wij elke dag mee bezig. Ja.